dit is de Dubbelglas Tweede. Keuze van scholen. Hoeveel wel dan? Goedemorgen en welkom op onze school. Wat leuk zeg, om zoveel nieuwe gezichten te zien. Een van de pijlers van onze school is respect. En respect heb je voor jezelf, maar ook voor de ander. Dat vinden we heel belangrijk. Ja, en ook respect voor de school, hè? Voor het gebouw. Snap je? Die conciërge lijkt dus echt super veel op de zus van mijn moeder. En mijn moeder heette Jong, dus mijn tante ook. Ze heet dus Tanja, dus misschien moet ik erachter komen of mevrouw de Jong op school ook Tanja heet. Maar een zus is iemand die je kan vertrouwen en waar je op kan rekenen, toch? En niet iemand die je je leven lang een kutgevoel geeft. We zitten hier gezellig samen te eten en dan moet jij het verpesten door over mijn zus te gaan praten. Sorry. Hoi. Ah, daar is die. Kom. Mijn moeder wilde dus een leven opbouwen op Curaçao. Maar dat is niet gelukt. Dus nu wonen we weer in Nederland. Nou, bedankt mam dat je mijn leven verpest. Romy en Meike. Niet omdat jullie zijn blijven zitten betekent dat jullie ook te laat in de les mogen komen, hè? Omdat ik achterstand heb opgelopen op Curaçao, vindt mijn school beter dat ik nog een jaar overdoe. Ja, ik ben slim genoeg voor de tweede. Alleen mijn vaders en de leraren vinden dat ik sociaal nog gewoon iets tekort kom. Wat ga je nog zeggen, hoe je heet? Dat heb ik net echt letterlijk gezegd. En ik heb het letterlijk niet onthouden. Puk. P-U-C-K. Ah, oh, goed dat je het even spelt. Ik ken namelijk nog een woord dat er blijkt. Ik begin met een F. Ja. Gelukkig ken ik jouw naam wel, hoor. Arrogante bitch. Doe eens even normaal, joh. Zo. Wat ben je? Jij kon niet zomaar uitschelden, joh. Vocht, hè? Ga maar melden bij de conciërge. Nu, lopen! Natuurlijk baalde ik. Maar ik kon haar nu wel eindelijk een keer van dichtbij bekijken. En ze leek wel echt op die mevrouw op de foto. Wat komen jullie doen? Ze zijn eruit gestuurd. Echt? Oh mijn god, nou dat vind ik echt een hele prestatie. Ik ga even kijken of ik ergens een bokaal heb voor jullie. Eerste dag, eerste lesuur. Nou, respect. Ja, nee, zij begon, hè? Nee, zij begon mij ineens uit. Jij deed arrogant en toen ging jij. Dat hoef ik allemaal helemaal niet te horen natuurlijk, hè? Dat gezeur. Tjonge, jonge. Onacceptabel gedrag vind ik dit. Het spijt me, Tanja. Wat zei jij? Ja, ik snap mijn moeder ook wel dat ze echt een kutzus was. Maar ze heeft haar zus de afgelopen 10 jaar niet gezien. Dat is echt typisch die jongen. Kan ze zelf lekker op haar naar je kont blijven zitten. Dat is gewoon de baan, hè? Thuis is best chill. Thuis? Wat? Ja? Nou, ik ben er pas een week. Maar ze heeft best wel een chille kamer gemaakt. Dus dat is wel een goed begin. Pff, ik zou echt doodgaan daar. Het is sowieso beter dan waar ik eerst zat. Je vriendinnetje? Nee, zeker niet. Is hij van jou? Of heb je hem gevonden? Wat gaat jou dat wat aan? Nou, geniet ervan. Die twee hangen hier wel vaker rond. Een paar weken geleden zag ik ze ook al met zo'n superdure fiets. Nu, 2 dagen later, hebben ze opeens een andere. Heel raar. Er is gisteren ingebroken bij Romy thuis. Hebben ze veel gejat? Ja, best wel veel eigenlijk. Een antieke trouwring van mijn oma en apparaten. Mijn laptop, mijn telefoon, waar letterlijk al mijn foto's van Curaçao op stonden. Weg? Ja, die zijn gewoon weg, dus die ben ik allemaal kwijt. Oh, nar. Ik denk dat Kira en Sydney inbrekers zijn. Er is ingebroken bij Romy, als je dat nog niet wist. En ik vind het heel toevallig dat zij daar net die middag aan het rondhangen waren. Heb jij het gedaan? Wat? Wat? Ja, ingebroken. Waar heb je de ring van mijn oma gelaten? Vind je het grappig? Het is niet grappig, hoor. Wat is dat? Is dat je moeder? Nee, die is bij de nieuwe vriend. Kom mee. Hey, maar dus vrijdag, dan gaan Sydney en Kira dus karten, hè? En ze vroegen mij mee. Is het geld opeens geen probleem meer, zeker? Wat bedoel je? Dat weet je zelf toch ook? Hoe ze aan dat geld komen? Ja, maar ik heb al gezegd dat ze daar moeten stoppen. Ik denk gewoon dat het beter is als je bij ze uit de buurt blijft. Ze zijn wel mijn vrienden, hè? Ja, dat snap ik, maar
Zij zijn de enige die je kan vertrouwen. Voor de rest niemand, behalve jou. Misschien is het gewoon beter om bezig te zijn met je nieuwe leven en minder met je oude leven. We hebben gehoord dat de school een hele nieuwe digitale leeromgeving krijgt. Ja, dus? Dus? Er komen allemaal nieuwe computers en tablets en zo. Dat klinkt wel interessant. Willen jullie serieus dat ik laptops voor jullie ga jatten? Nee, natuurlijk niet. Ik doe er echt niet aan mee. En die school is ook verboden terrein. Ja, niemand kent ons hier en niemand gaat ons ook kennen. Maak je niet druk. Dat doe ik ook niet. Weet je wat ik laatst in mijn kamer vond? Een lolly. Die Kira heeft altijd een lolly in haar mond. En ik denk dat Ryan daar ook iets mee te maken heeft. Die gast hangt altijd met ze. En hij had laatst zo'n superdure e-bike of zo. Ja, ik bedoel, die gast heeft niet eens geld. Ja, maar Ryan... Doe je het over mij? Was je druk? Nee, ga op, prima. Hoi. En regel die sleutel. Krijg ik een deel van de winst. Ik heb daar helemaal geen zin in. Dus ik ga dat gewoon niet doen. Eerlijk gezegd, ik wil ook niet met jullie omgaan als we ineens zulke dingen gaan doen. Ik weet je wel, snoep of zo jatten, dat kan wel. Dat deden we wel eens, maar laptops jatten gaat toch veel te ver? Even serieus. Terwijl wij je vroeger super vaak beschermd hebben tegen die irritante gasten. En zo vaak uit de shit hebben geholpen, laat je ons daar vervallen. Want de jong kan me helemaal niks schelen. Maar ik ben gewoon geen crimineel. Hé, jij regelt die sleutel, Ryan. Nou, als ik dat niet doe. Kijk, daar zijn ze weer. Hebben zij geen school of zo? Nou, die komen natuurlijk voor Ryan. Even bespreken wie zij ze vandaag gaan leegroven, toch? Oké, kom, we gaan erheen. Wat? Zo? Kom je ons weer beschuldigen van iets? Ja, van inbreken. Ik heb bewijs, hoor. Heel knap. Bewijs hebben van iets wat we niet hebben gedaan. Hallo, rot eens op met dat ding. Hoezo? Heb je soms iets te verbergen? Wil je dat ik naar je toe kom? Kom op. We gaan. Ze hebben er sowieso iets mee te maken. Wat heb jij met die inbraak te maken? Wat? Inbraak? Ja, je eigen vrienden hebben het net zelf gezegd, hoor. Ze waren op het schoolplein. Wat zijn mijn vrienden niet eens meer? Natuurlijk gaan ze zulke dingen over mij zeggen. Denk jij dat echte vrienden zoiets over me zouden zeggen? Maar het was dinsdag, toch? Dinsdag in de middag? Toen zijn we namelijk naar school naar zijn huis gegaan. En hebben we daar ook nog avond gegeten en gechilled. Dus... Het zou net iets geloofwaardiger zijn als iemand anders dan je beste vriend het zou beweren. Maar was de jong thuis? Kunnen we het aan haar vragen? Ja, dat is echt een goed idee. Ja. Nee, die is heel druk. Ja. Oké, kan je hem anders die geluidsopname laten horen? Ja, doe ik. Hierna weet je het zeker. Dit zijn ze toch? Tuurlijk. Die opname is echt slechte kwaliteit. Dat kan toch letterlijk iedereen zijn? Dat zie je toch? Het waren 100% zeker Sydney en Kira op die opname. Hé, hey, heb jij de sleutel al verhoord? Nee. Nee? Wanneer ga je hem pakken dan? Nou, niet. Vergeet de voordeur op slot te doen. Ik weet echt zeker dat ik die sleutel hierin heb gedaan. Heb jij mijn sleutels gezien? Jij gaat ons gewoon even helpen met inbreken, ja? Nee, ik maak wel gewoon een plattegrond thuis, oké? Ja, dat is echt niet zo moeilijk. Luister, niks plattegrond. Je gaat ons naar school gewoon eventjes helpen. Nou? Oké. Ja, ik ben hier helemaal klaar mee. Jullie mogen op de gang gaan staan om af te koelen. En als je weer gewoon kunt doen, dan mag je terugkomen, ja? Wegwezen. En een beetje tempo, alsjeblieft. Hoe meer de jong mij ziet, hoe groter de kans dat ze ontdekt dat ik haar nichtje ben. En dat hoeft ze echt niet te weten. Ik zoek zelf wel even, maar... Oh, wat hebben jullie gedaan? We zijn er uitgestuurd. Bij Volmers. Boven staat een... hoe heet het? Een emmer en een dweil. En dan ga je de hal maar even dweilen. Waarom ben je eigenlijk zo zenuwachtig bij die jong? Ik ben bang dat ze ontdekt wie ik echt ben. Hoezo wie je echt bent? Voor de jong ben ik haar nichtje. Wat? Mijn moeder en de jong zijn zussen. Ze hebben elkaar heel lang niet gezien en hebben ook echt ruzie. En ik wil niet dat de jong weet dat ik het ben, dus ja. Maar wat zou er dan erg aan zijn als de jong zou weten dat je haar nichtje bent? En mijn moeder gaat echt niet blij zijn hoor, als ze weet dat de jong op mijn school werkt. En dan stuurt mijn moeder maar waarschijnlijk naar een andere school. Ja, maar dat kan niet, hè? Nee, precies. Dat kan niet? Nee.